Ik heb de petitie getekend omdat ik het belangrijk vind om in te gaan tegen een soort inteeltmaatschappij. Bijvoorbeeld als in het cultuurnieuws staat dat de kapper van Kate Ryan een vleesetende bacterie heeft, dan is dat ook nieuws. Omdat daar nieuws van gemaakt is. En vooral denk ik omdat de vraag altijd gesteld wordt, wat wil de lezer lezen? Maar de lezer is volgens mij de grootste gemene deler. En de grootste gemene deler is gewoon een getal. En dat wil eigenlijk helemaal niks. Dus wat er altijd fout gaat, volgens mij, is dat er gekeken wordt. Iedereen zit naar elkaar te kijken. En vooral naar de concurrentie. Wat is er al gepubliceerd? Wat moeten wij dus ook hebben? Iedereen springt op hetzelfde. En iedereen springt eigenlijk in dezelfde vijver. Die vissen die gaan daar dood van. Dat wordt rot. Dus niet alleen bij de selectie, denk ik, dat misloopt. Maar ook in de analyse wordt alles quasi inwisselbaar. Ja, en dan krijg je gewoon een soort van klonen van elkaar. Een eindeloos rare monstertjes die daaruit komen. Er wordt niet gekeken naar wat is verrassend, waar zitten nieuwe talenten of ongeziene zaken, maar dus altijd binnen hetzelfde gaan. En dan krijg je echt een soort van inteelt, denk ik. Een inteelt dat bevordert dwerggroei en achterlijkheid en zweetvoeten en schurft. En daar zitten lezers niet op te wachten. Dat is graag een eigenlijk helemaal een slechte factor.